Ik ben Jan Giezen, fruitbedrijf Giezen. Wij hebben appelen en peren. We zijn in 1990 begonnen met een milieubewuste teelt, als ware duurzaamheid. Hier heb je betonpalen, die zijn bewapend. Als je gewoon niks geks mee doet, gaan ze je leven lang mee. Het is recyclebaar als wij ermee zouden stoppen. Het is weer tot nieuw grondstof te maken en weer te gebruiken. Hier wordt al het water geregeld voor in de boomgaard. En dat bespaart ook zeg maar 90% water. We hebben een jonge generatie rondlopen, die moeten verder. En die wereldbol die moet ook nog langer mee. Dus we moeten het met z'n allen gaan doen. Het moet financieel te behappen zijn. Sinds 2 jaar zijn we begonnen met mechanische onkruidbestrijding. Doordat de middelen allemaal onder druk staan en voor de grondkwaliteit zijn we mee gaan experimenteren. Het liefst doe je natuurlijk 100%, maar als we ertoe kunnen komen dat we in de toekomst misschien 5 of 10 centimeter in het midden misschien nog moeten bestrijden, dan denk ik dat we al een hele grote bijdrage brengen in duurzaamheid. De stroom zijn we tegenwoordig zelfvoorzienend door die zonnepanelen. We hebben koeling die tegenwoordig neutraal is met de uitstoot. Dus we hebben in 2014 gezegd, met nieuwe koeling, we gaan op iets anders over. En dat is CO2 met propaan geworden. Nou, onze afnemers die vragen steeds meer en meer. Dus als het uitkomt met investeringen, investeren we erin, in die duurzaamheid. We noemen het duurzaamheid, maar het is ook een gewoonte van werken.